Nou, we hebben een hectisch dagje, dames en heren. 2 dagen geleden aangekomen. Nieuw water, groot stuwmeer. Stek gezocht, aangevoerd. Dit is de eerste dag dat we erop vissen. Nou, we zitten nu al op 15 aanbeten, denk ik. Mooi slag vissen. En lekker in het zonnetje drillen. Kan eigenlijk niet beter, hè? Met mijn partner in crime, Martijntje. Hopen op een mooie dikke. We houden jullie op de hoogte. Helemaal gek. We hadden het plan om 6 hengels erin te brengen. Niet gelukt. We zitten nu op 4. Nu nog 2. En nu ga ik er eentje uitvaren. Gaat vrij hard, man. Wow. Run nummer 13 van deze dag. Mooie vis. Wordt iets rustiger nu, de laatste paar uur, dus we hopen nu eigenlijk op de iets betere vissen. En dat lijkt zo te gaan gebeuren. Blij mee. Slaat even toe met zijn spinhengel, hoor. Jawel. Hey, Rin. Oh, ik ben er voorbij, hoor. Moet ik deze loslaten? Ja. Ja, lekker laten gaan, Willem. Wat een visdag vandaag. In 20 runs nu. De kappen er ook mee, dat is ook de laatste. 3 vissen hiervoor. Een mega vis. Dus die gaan we zo meteen eens even op de video zetten. Maar non-stop. Lekker. Dat belooft nog wat. Oh, zieke bakjaak. 25 plus. Tweede visdag, niet te geloven. God, geweldige drill. Helder water. En genieten. En dat komt er nog. Op het moment dat we nou echt tussen de stenen gaan vissen, want die zijn hier ook genoeg, maken we de onderlijn net iets langer, 25 centimeter, omdat het lood wel eens tussen die keien valt. En dan kiezen we natuurlijk voor de snackster, omdat die een naar binnen gebogen punt heeft. Dat is dan een punt die minder snel beschadigd raakt. Dan nog even iets over die haken, die pole position haken, want ik krijg er veel vragen over. We zijn vanaf het begin heel erg duidelijk geweest, dit zijn super scherpe haken. Je kan er 1 tot 2 vissen mee vangen en dan moet die haak vervangen worden omdat die punt beschadigd kan worden. Mensen zijn vaak op zoek naar een ultiem scherpe haak waar je 4 of 5 vissen mee kan vangen, maar dat is een droom. Die bestaat niet. Dus je moet keuzes maken. Of je gaat voor super scherp, dan accepteer je dat je 1 of 2 vissen kan vangen met 1 haak. Of je gaat voor een kortere, relatief bottere punt waar je meer vissen mee kunt vangen. Alle 2 in 1 haak gaat simpelweg niet. Vissen lijken van wat dieper water te komen. Tweede keer een run vanaf 6 meter. Gaan we wel meteen op schakelen. Nog 1 of 2 hengels dieper leggen. En hopen op de hoofdprijs. Mooie vis.
Nou, op een nieuw water als dit is het eigenlijk onze tactiek om gewoon 2-3 stekken meteen te gaan bevoeren. Steek je eerst een dag in het zoeken naar potentiële stekken. Het begint eigenlijk thuis al, hè. Google Maps bekijken. Maar op het moment dat we hier zijn, gaan we eigenlijk de eerste dag alleen maar varen. Goed voeren, plateaus, steile taludronden, goed bijhouden. En dan gaan we 's ochtends of 's avonds gaan we aan de gang. Nachtwerk is echt niet nodig. Het is beter om een paar uur overdag scherp te vissen. Wel met de benzinemotor, is echt een must wat ons betreft. Dan kan je snel schakelen, je kan snel voeren en uitvaren. En dat is de wijze waarop we het aanpakken. Voor de rest lekker relaxen, huisje op de camping. Zorg dat je uitgerust bent, gewoon die nachten pakken om uit te rusten. Dan zit je overdag echt topscherp te vissen. Nou, derde vis. Gaat achter elkaar door nu, alleen maar groeien. Ik weet niet wat er aan de hand is. We zitten net voor het donker. Hij gaat helemaal los met de goede vissen. Heerlijk. Deze komt dichtbij, de 20 kilo. Jemig. God, wat een gekke huis. Helemaal los. Verkast, uitvaren, lopen er 3 achter elkaar. Lopen eraf, 3 echt goede vissen. Maar een nachtje doorhalen, koopzie. Ja, we gaan even doorvissen. We laten jullie even mee alleen. Een beetje midden op de vakantie. Het is daar een mega hectische dag. Hier moesten we toch even een dik uur op wachten. Dus we werden een klein beetje zenuwachtig. Klinkt gek, maar we zijn zoveel runs gewend. Maar wel meteen een mooie vis. Daar ben ik blij mee. Valrijp, einde middag. Een heerlijke dikke 30er. Volle bak drillen tussen de speedboten. Maar dat geeft niet, blij mee. +20 vissen, geen tijd gehad om foto's te maken, film. Nou, deze kwam als een van de laatste, echt een mooie spiegel. Martijn heeft nog een mooie schub, die zien we zo nog wel even. Echt gelukkig nog 2 echt mooie vissen. Ja, en lekker vangen. Beter wordt het niet, hè, het zonnetje. God, mooie schub, Ak. Hij is lang. Echt een mooie vis. Bloeisterk ook. Ja. Zijn ze? Zijn ze. Goeie, Koen. Heerlijk. Prachtvis. We zitten alweer in de dubbele cijfers. Weer een prachtvis, mooie kleine schubbetjes. Hetzelfde type als Martijn net had. Loeisterk. Trok me even gewoon 150, 200 meter met de boot. Ja, is genieten. Heerlijk. Ik vind alles beetje. Lekkere chaos. Thank you.
deze dag. Meer dan 20 vissen hadden we. Een enorme bak groen. En de bestek geven, heb een dag rust. Dit is de eerste vis van de nieuwe stek. Dus eens kijken als het ook zo'n dolle boel wordt. Nou mannen, goedemorgen. Ja, we hadden in de vroege ochtend echt veel last van allerlei waterskiers. Een mannetje of 10, dus dat is wel genoeg. Dus eigenlijk niet te vissen, we zijn verkast. Nou, we zitten inmiddels weer op de vis. Mooie vis, blij mee. Nu hoop op een knappe, hè, Ak? Zijn we wel weer aan toe. Nou, even koffie halen, joh, een pluutje. Twee hengels tegelijk. Hengel op de bodem van de lago. Maar goed. Maar we hebben ze. Nou, deze nog niet. Vang eens even wat knaps aan, joh. Dat zou wel lekker zijn, hè. Jawel. Nou, dit is wel heel erg bizar. We komen net aan op de nieuwe stek. Varen de hengels uit. Lopen gewoon vier keer achter elkaar af. Koen die zit op het water. Nou, en deze gaat er ook weer vandoor. Het is twee keer achter elkaar een dubbelrun. Koen die heeft hem inmiddels, dus stap ik maar eens weer even de boot in. Zevende run, de voerstek. En ik ben 1,5 uur bezig. Het is de laatste avond, we gaan hem afronden. We hebben als een gek gevangen, echt niet normaal. We komen nog bij jullie terug op het moment dat we echt een hoofdprijs vangen. Maar alvast afgesloten. We hebben een geweldige vakantie gehad. Heerlijk gevist. En volgend jaar komen we wel een weekje terug, denk ik. Ach, weet jij. 100%.